welkom allemaal bij de opening van de Royal Sunbin. Ik vind het ontzettend goed dat de BIS Theresiastraat zich zo inzet voor een duurzame winkelstraat en een duurzame woonomgeving. Daaruit hebben zij in 2014 de Haagse Retailprijs gewonnen met dit als ingezonden idee voor een duurzame en ook schone winkelstraat. Dat is, vinden wij vanuit de gemeente natuurlijk ook altijd erg fijn. Dat is ook voor de buurt heel belangrijk. We zijn inderdaad samen omdat wij als BIS de prijs gewonnen hebben. En we willen het graag ook delen met de mensen om ons heen. In de meest mooie plek, het Spaarwaterveld, willen we eigenlijk een soort van symbolisatie maken van onze samenwerking ook met de buurtvereniging, de wijkvereniging en het stadsdeel. En daardoor het idee om dit ook te schenken aan het Spaarwaterveld en het hier te laten fungeren. Het mooie van dit ontwerp vind ik dat het kinderen beloont als ze iets weggooien. Ik weet dat in de Zuiderhout duurzaamheid en een schone woonomgeving hoog op de agenda staat, zowel van de wijkorganisatie, maar ook van de bewoners. De Zuiderhout is ook een schoon stadsdeel, dat willen we heel graag zo houden. Weinig rommel op straat. Ook omdat we de duurzaamheid ook hoog in het vaandel achten. En we graag ook verder gaan met onze mooie samenwerking met de buurt, als ondernemers. Want we moeten toch van elkaar leven. En dat is ook de meest duurzame relatie die je niet kan bedenken, dat je met elkaar het samen opbouwt allemaal. Nou, dit draagt daar op een hele innovatieve manier aan bij. Het houdt het speelterrein op het Spaarwaterveld schoon. En tegelijk leert het kinderen om hun rommel op te ruimen. Hij functioneert op zonne-energie. Helemaal bovenin zit een zonnecollectortje, heb ik gezien. En ik hoop dat het zonnetje hier vaak zal schijnen, zodat hij, als je er iets ingooit, beloond wordt met een prachtig geluid. Ik heb hier twee dames en die hebben iets te maken met dit prachtige idee. Ja. Kunnen jullie iets over vertellen? Dit is het resultaat van de Haagse Retailprijs, of de Haagse Retailprijsvraag, die wij, dames van het Haagse Retailpunt, 3 jaar achtereen hebben uitgeschreven in opdracht van gemeente Den Haag. En daarbij gaat het erom dat winkeliersverenigingen, Haagse winkeliersverenigingen, hun meest creatieve, innovatieve, dan wel duurzame ideeën kunnen indienen bij ons. En daaruit worden dan twee prijswinnaars benoemd. En de Royal Sunbin is een van de prijswinnaars van de retailprijs. Ik was helemaal vergeten om de ontwerper van de Royal Sunbin te benoemen. Dat is Lennart Roos. Oh, hi. Wij kennen elkaar al van een aantal andere initiatieven die je in het stadsdeel ondernomen hebt. En we zijn heel blij met deze prachtige Royal Sunbin. Die echt staat te pronken op het Spaarwaterveld. Het Spaarwaterveld wordt komend jaar nog verder opgeknapt, opnieuw ingericht. En dan zal het nog leuker worden voor de kinderen om hier te spelen. Nou, ik sta hier bij de ontwerper van dit prachtige kunstwerk. Hoe ben je tot dit onderwerp gekomen? Ik laat me altijd graag inspireren door een omgeving. Dus waar een sunbin wordt geplaatst, dus in dit geval de Royal Sunbin, heb ik gekeken naar de buurt die ik natuurlijk heel goed ken, want ik kom hier vandaan. Dus er zijn een paar dingen die mij dan hier dan te binnen schieten. Dat is gewoon het koninklijke. Hè. We hebben natuurlijk het koningshuis vlakbij. De appeltjes van Oranje. En meestal is de sunbin een boomvorm. Hè. Bomen worden overal wel als fijn ervaren, hè, in wijken. Maar er moest ook iets met een kroon, want de Theresiastraat, de BIS, de straat, heeft in het logo ook de kroon zitten. Nou, dan is 1-1 voor mij 2. Vandaar dit ontwerp. Ja, de Royal Sunbin is, in samenwerking met de BIS bedacht. Het aardige is om hem hier neer te zetten, vind ik zelf, dat kinderen ook hele andere dingen daarmee kunnen dan alleen maar hun afval erin gooien. Want hij staat al even. En zo kan je bijvoorbeeld heel fijn een bal erin gooien. He, dan kan je bijvoorbeeld aan die kant staan en kijken of je dat vanaf die kant kan voor elkaar kan krijgen. Je kan er ook heel fijn een bal tegenaan schieten. Ja. Want hij blijft heel goed staan, hij is best wel zwaar namelijk. He, dus je had nergens hier een muurtje om lekker tegenaan te trappen. Dus als je in je eentje komt en er is niemand om met je te voetballen, dan is dat je grote vriend. Hier zit dus de plaket voor de hele buurt. Zal ik jou helpen? Ja. Kijk, deze even mee. En waarom sprong deze er zo uit? In de eerste plaats omdat het een duurzame prullenbak is. Die werkt op zonnepanelen. Ja.
En daarnaast ook dat het eruit sprong als zijnde ja, innovatief en creatief, omdat het goed gedrag beloont. Deze kleurstelling, is dat expres of puur toeval? De kleurstelling, het is kortlensstaal. En dat is een staalsoort die aanroest. En dat is heel bewust zo gedaan. Ik werk liefst daarmee. Nou ja, stel je voor dat ze erop gaan tekenen of schilderen of graffiti of iets dergelijks. Dan kan je dat er makkelijk afspuiten. Het nodigt ook niet heel erg uit om in te gaan klimmen. Want dan ben je zelf ongeveer dezelfde kleur als de Sunbin. Dus het is heel hufterproof, zal ik maar zeggen. Maar bovendien is het heel mooi in zowel een stedelijke omgeving als in een park. Hij doet het. 'S Avonds gaat hij ook uit. Dan geeft hij geen muziek meer. Dat is wel heel fijn en geruststellend voor de omgeving. Ja. Want ik wil voorkomen dat er geklaagd gaat worden. Nou, dus dan geeft hij licht. Ook een beetje een soort van bijna een heartbeat-achtig lampje wat aan en uit groeit. Ten teken dat hij nog wel leeft, maar geen geluid maakt. Daarnaast is ook de samenwerking met de bewonersorganisatie en de bewoners van de wijk met de winkeliers van de BIS-vereniging. Dat was ook een van de punten wat er uitsprong. Ja, want dan krijg je niet zo'n glanzend ding wat er normaal staat. Nee, nou ja, kijk, ik vind dat een afvalbak, want het is een kunstwerk, maar natuurlijk ook een afvalbak, moet wel opvallen in de omgeving. Zodat de mensen hem zien en ook graag gaan gebruiken. En zeker als je beloond wordt met een stukje muziek, is dat natuurlijk fantastisch en uitnodigend. Dus het moet opvallend zijn. Nou, misschien niet door de kleur, maar wel door de vorm en de grootte. Maar goed, het zou natuurlijk heel goed mogelijk zijn dat hij van RVS is. En dan met een roze poedercoating of iets dergelijks. Dan zie je hem ook echt wel staan. Ik sluit niet uit dat dat ooit gebeurt, maar vooralsnog werk ik graag met deze materiaal. Oh ja. Ja? Ja, even wachten, want hij moet even herstellen. Maar dan... ik denk wel dat hij het weer gaat doen. Fantastisch. Ja. Honderden mensen ook? Ja. Het fijne vindt is, hij ziet er niet uit als een standaard prullenbak langs de weg. Want die vallen eigenlijk al niet eens meer op. Dat is een ding wat zeker is inderdaad. Ja, het valt zeker op. Het is een kunstobject wat speciaal is ontworpen, ook door een kunstenaar. Dus wat, dat is absoluut ook een hele grote meerwaarde voor dit winnende idee. Ja. Hoor jullie het? Ja. Vinden jullie dat hij harder moet? Dan moet ik er namelijk even inklimmen. Heel harder. Moet hij veel harder? Nou, over een maand ga ik hem bijstellen. Ja, dat zou ik ook zou doen. Hebben jullie nog meer van dit soort plannen? Of is het voorlopig even dit? Ik heb heel veel plannen en ik heb daar heel veel ideeën bij. Er zijn ook wel een aantal geïnteresseerden die ook een Sunbin willen plaatsen. Ze zijn aan het kijken naar een nieuw ontwerp. Dat maak ik altijd graag in overleg met de opdrachtgever. Dus ja, er zullen er langzaam maar zeker in Nederland wel meer van deze bomen worden geplant.